En Lost Frequencies die heeft ook iets nieuws op de wereld gezet, maar dat is geen kind. Het is wel een gloednieuwe single. Felix, goedemorgen. Goedemorgen. Ah ja, het is nacht voor jou, want je zit in New York. Je hebt net gedaan met een DJ-set, zeker? Ja, ik was net aan het spelen in een club hier, dat neemt Output. En ik moet zeggen, dat was echt heel, heel tof. We bellen jou, Felix, omdat er natuurlijk een gloednieuwe Lost Frequencies single uit is. En het is eigenlijk een cover en ik ga er onmiddellijk het origineel er even bij halen. Dat is dit. Hij die begint al te dansen. Oh ja. Dat is natuurlijk, ja, What is Love, een nummer uit 1993. Felix, wat is jouw geboortejaar? 93, hè? Ja. Is dat een van de redenen dat je dat nummer hebt gekozen om te coveren? Om daar een compleet nieuwe versie van te maken? Nee. Als ik echt alle nummers van 93 moest coveren, dan was dat een hoop covers. Ja. Maar waarom heb je dat nummer gekozen dan? Ik vond eigenlijk What is Love echt een super nummer, ja, zoals iedereen eigenlijk. Uh-huh. En toen hoorde ik een cover van eigenlijk een indie-artiest uit Amerika. Die dat gemaakt, zo'n beetje indie-rock, in zo'n heel, heel trage versie. En dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om daar eigenlijk mijn cover van te maken, van What is Love. En nu is het, ja, mijn volgende single. En ik vind dat het echt super tof klinkt. Ja, het is die echte Lost Frequency-stijl, maar dan op basis van een jaren 90-nummer, hè? Ja, en dit is dan ook weer meer mijn Lost Frequencies project, waar ik ook oudere tracks haalde om nieuwe versies van te maken. Dus ja, het is wel tof. Het is een superbekend dansnummer waar heel veel mensen op gefeest hebben. En dan maak je daar zo wat je eigen, ja, totaal andere versie van. Ben je soms bang voor reacties die er dan komen? Niet echt, want ik heb deze versie eigenlijk al 2 jaar in mijn set gespeeld. En toen ik die speelde, hoorde ik echt mensen in de crowd van oh, this is awesome. Dus dat was echt grappig. En, en ook de originele schrijvers vonden die versie ook tof. Dus ik ben wel super blij. Okay, het heeft de officiële approval, ja. Maar weet je, dan gaat het alleen maar goed komen. En ik denk, er zijn nu al mensen die aan het sturen zijn, dat ze heel benieuwd zijn hoe jouw versie dan precies klinkt. Felix, ik stel voor dat we hem gewoon spelen, nu op Q Music. En dan moeten mensen maar laten weten hoe geniaal ze het vinden. Is het goed? Deal. Alright. Heel veel plezier nog kinderen in New York en tot binnenkort, hè. Dank u. Ja. Yo. You make us Q. What is love? What?
hurt me, baby, don't hurt me no more. What is Love in de versie van Lost Frequencies, een gloednieuwe single. We hadden hem net nog aan de telefoon hier in New York City. Sylvie stuurt, supergoed gedaan, Felix, love it, meteen goedgekeurd. Heeft ook Julie laten weten. We weten, Sven zegt, ik hoor het al door de boxen op Tomorrowland knallen. Terwijl het echt een rustige versie van What is Love is eigenlijk. Maar ja, maar ook dat kan, hè. Het is wel feest, hè. Ja, lekker schijfje, heeft Wim gezegd. Tamara, hopla, nog van dat woep woep. Repeat komt een paar keer binnen, ja. Te zalig deze. Nog even in de auto blijven zitten, heeft Sanne ook laten weten. Ja, dan gaan we die nog veel moeten spelen natuurlijk. Er zit niks anders op. What is Love van Lost Frequencies.